We gaan ook nu iets nieuws doen. De afgelopen weken hebben we het buurbeleid gedaan. Miguel's buurbeleid. En daarin ging ik kijken naar alle muziek dat uit is gekomen in Duitsland en België. Dat gaan we nu even wat dichter bij huis trekken. Namelijk het buurtbeleid. Ja, het was zover reizen steeds. Ja, het kost heel veel geld. Ja, de onkosten werden niet meer vergoed. Nee, dus, helaas. Gaan dichter bij huis. Nee, zullen we dan gewoon naar Wijchen gaan of zo? We gaan gewoon naar Wijchen. Ja, zeker. Ja, we gaan gewoon naar Wijchen. Ja, want inderdaad, iedere week pak ik een plaat uit de regio hier van een artiest die ik graag wil supporten. En voor deze eerste editie leek het me dan ook wel leuk om even te gaan bellen. We gaan namelijk bellen met Timothy Allen. En dat is eigenlijk een vriend van de show, want hij heeft hier in de studio tijdens onze verjaardagsuitzending een setje gedraaid. En hoe? Ja, dat was een fantastische set. En hij komt uit Wijchen, dus zoals je al zei. En als het gaat om de wereld van Tech House gaat deze man echt extreem hard. Er wordt gesupport door grote DJ's zoals Dimitri Vegas en Like Mike. En hij brengt zijn tracks uit op het label Be Yourself Music. Ja, Timothy, wordt het niet eens tijd dat je een eigen label gaat beginnen onderhand? Hey, goedenavond. Ja, een eigen label. Ja, dat is van nu nog denk ik nog ver weg, maar misschien ooit in de toekomst lijkt me dat wel heel cool om te doen. Ja, maar je gaat echt heel hard, heel veel artiesten supporten je. Als je nou naar het jaar kijkt, het jaar is net er voorbij, 2020, hoe kijk je terug? Ik denk dat we, ondanks we toch veel thuis hebben gezeten, toch een bewogen jaar is. Ja. We hebben natuurlijk die feestjes niet gedaan, maar we hebben wel zijn met heel veel andere dingen bezig geweest. Ik ben natuurlijk in de studio gedoken. Ik heb een hoop muziek kunnen maken. Ook muziek voor ook andere mensen kunnen helpen met muziek maken. En ik heb ook nog wat mixjes mogen doen online voor radioprogramma's en voor feestjes. Dus op zich heb ik me wel kunnen vermaken in deze periode. En wat is het hoogtepunt van het afgelopen jaar? Dat is wel een lastige. Ik denk, ik vond het super tof om hier bij jullie op de radio een live set te mogen doen. Ah ja. Ik vond het wel spannend om te doen, maar het is wel, was wel een van mijn beste ervaringen. Ik vond het heel leuk om te doen. Echt waar? Ja. Wat leuk. Wat lief. Ik ben er echt heel blij mee. Nou, wat leuk. Het was echt een dikke set inderdaad. Ik heb nog denk ik, een stuk of 5 uur rustig wat teruggekeken, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat is goed om te horen. Daar ben ik blij mee. Hey, heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wat zit eraan te komen allemaal? Ik ben in ieder geval weer proberen het sporten op te pakken. In ieder geval, voorheen ging ik altijd vaak naar de sportschool, maar goed, die is nu dicht. Dus ik ben nu begonnen met fietsen. Om in ieder geval toch wel enigszins een beetje op de lijn te letten. Qua muziek, ja, ik wil eigenlijk nog meer muziek maken. En ook, ik hoop eigenlijk dat als het corona gedoe voorbij is, dat ik toch wel weer een paar shows kan meepakken. Ja, want als alle festivals weer een beetje op gang zouden komen, hè, wordt het dan niet ook eens tijd dat jij eens gaat draaien op Tomorrowland? Gewoon een kleine stage of zo? Ja, dat zou een mooie opening zijn. Ik zal eens een keer aan Dimitri Vingers Like Mike moeten vragen, want die draaien dan natuurlijk. En ja. Wie weet. Dat is wat anders dan een Crotona Nijmegen. Ja, Crotona Nijmegen ook. Ja, ik weet het goed. Voordat de corona-epidemie begon en voordat Nederland in lockdown ging in maart. En die zaterdag voordat we in lockdown gingen, had ik nog een laatste feestje. Dus ik hoop snel dat ik weer op Crotona kan staan. En dan let op geen corona, maar Crotona. Ja. Goeie scherp. Hey, je laatste plaat, ja. Moving Slow, die gaat als een raket naar Mars op het moment. Is dit dé plaat waar het allemaal mee gaat gebeuren, denk je? Ga je hiermee keihard doorbreken? Ik hoop het wel. Hij wordt goed gesport. Hij zit, zoals je net al zei, een opening door Dimitri Vegas en Like Mike is die gedraaid. Door de Bingo Players. En hij is ook gedraaid door Rehab. Dus daar ben ik heel blij mee. Mm-hmm. Maar goed, ik vind het altijd ook vet om in ieder geval weer vooruit te kijken. Want een plaat die doet zijn ding. En ik kijk toch het liefst altijd weer verder vooruit. Ja, daarover dus, gesproken. Komt er nog iets nieuws aan de komende tijd? Jazeker. Ik heb volgende maand, 5 februari, mag ik een release doen op het label van Hardwell, op Revealed Recordings. Wow. En daar ben ik toch wel heel trots op, want Hardwell, ook al is hij nu voor even gestopt, is toch wel een van mijn grote voorbeelden waar ik er vaak naar tegenop kijk. Dus een plaat op het label van Hardwell, die gaat eraan komen? Ja. Kijk, die plaat waar ik net over had, Moving Slow. We gaan hem draaien. En dat is deze week Miguel's buurtbeleid. Ik ga hem supporten. Ik vind hem lekker. Dankjewel, Timothy. Dankjewel, helemaal super. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen. Daarna delen met je vrienden. En natuurlijk volgende week weer kijken. Ja.